Nou, dan gaan we iets heel gevaarlijks doen. Moet je misschien gaan, jongen, die alfa. En dan gaat die raptor ging dus terug. Daar loopt een Apache. Laat maar even geduld tonen. Hè? Veilige afstand gaan staan en hopen dat die raptor weer deze kant op komt. Of dat ik een andere vind. Daar zijn dilo's. Drie bij elkaar, daar heb ik dus niks aan. En die raptor waar ik het op voorzien had, die is nu aan het matten met een schildpad. Dus dat kan je vergeten, die vind je dus nooit meer terug. Het is moeilijk om raptors te vinden deze keer. Vorige keer had ik ze zo. Nu is het behoorlijk lastig. Nou, dan ga ik toch eventjes naar de andere kant kijken. Want die raptor zal niet lang uithouden, ben ik bang voor. Ik denk dat deel dood is. Of niet, zie ik daar nog een hele snelle staan. Nee, ze zijn nog aan het matten. Dat twee van die schildpadden zijn aan het matten. Maar het wat kan ik niet zien. Hel nou dat ik naar de overkant ga, dat kan ik je wel vertellen. Dat zijn gerept, dus dat zijn die loodjes. Ik kan namelijk wel al een raptorzadel maken. Maar waar is nou die alfa gebleven? Nou, daar is in ieder geval iets dood. Daar is die alfa gebleven, dus ik kan nog echt helemaal niks. Nou, dan gaan we even verder kijken op het eiland. Wel in acht nemen dat er nu natuurlijk ook nog ergens een spino daar rondhobbelt. En die zijn naar. Ik weet niet of ze de sterkste zijn van het hele spel. Moet ik heel eerlijk toegeven. Ik heb er toch genoeg afgeslacht met mijn T-Rexjes. Op de andere server. Daar loopt die Spino. Op het moment dat water in duik zie ik hem komen. Als hij nou even gewoon op een brontosaurus in gaat hakken. Dan liep je toch? Of ben ik nou blind? Ik ben er bijna zeker. Ja, zeker wel. De vraag is, waar gaat hij heen? Nou, oh, die gaat... Ze huppelen wel altijd heel leuk. Hij is achter een schildpad aan het gaan of zo. Het is wel een gaaf gezicht. De gevaar is dus dat die parasaurus die je daar dus ziet, recht voor mijn neus zeg maar, die hobbelen meestal jouw kant op. En deze jongens, die rennen dan weg voor hem, die hobbelen jouw kant op. Ah, bedankt. Kijk, dat zijn die drie dilo's. Maar die moet ik niet, want die heb ik al. Daar staat nog een dilo. Dan weet je dat nou, dat zie je aan de manier hoe ze bewegen. Eigenlijk. Dat is raptors, ja, die lopen echt zoals in Jurassic Park dingen rond. Heel elegant. En dat is eigenlijk gewoon een hond van Spino, die huppelen eigenlijk. Ik zou wel eens willen weten, als je 10 goed getrainde dilo's hebt en dan tegen een Spino aan gaat lopen mappen, wat er dan gebeurt. Ik heb wel eens filmpjes online gezien hoor. Daar is nog steeds die alfa, dus voorlopig kunnen we gewoon niks. Dat is even flink kloten. Moet je kijken hoe lief die eruit ziet, die Spino. In ieder geval de grootste dinosaurus die ooit gevonden is.
Dat is een Philomia. Nou, hopen dat hij die schildpad even gaat aanvallen. Dan kan je zien hoe lief die huppelt. Hij gaat in ieder geval de compleet andere kant. Oh nee, toch niet. Hij gaat op een rotsblok heen. Die zijn niet gerenderd. Kijk, hop, huppel, huppel. Zag hem? Ja. Goed, hier hebben we dus niks aan. Maar ik voel er ook een beetje weinig voor om... moeras in te gaan, want daar zitten verdomd veel van die titanboa's. Tja, geef mij je stront maar. Het is toch erg dat we naar stront aan het zoeken zijn, hoor. En zo heb ik nog steeds geen raptoren. En die zitten daar op de punt. Dat noemen wij de punt. Nee, de punt, de punt. Daar loopt een ankylo. Hier hangt een geel bolletje in de lucht. Ha! Is dat nou weer? Schrik met de pleuris. Is nergens voor nodig. Oh, nou, daar, misschien zitten daar nog interessante dingen in. Volgens mij is oma iets wakker. Jazeker. Dus die ga ik eventjes bellen. Momentje. Als het goed is kunnen jullie mij nog steeds horen. Yo. Hey. Hoppakee, nou. Ja, was lekker bezig geweest, heb ik alweer. Ja, twee erbij en... je moet even mijn kant op komen. En wat is jouw kant? Waar dat ding altijd uit de lucht komt. Ja, die heb jij gepakt. Ja. Ja, ik zag het al. Maar ik ben overeenkomend met heel veel steen en hout en dat soort dingen. Maar... Hoe? Ja, kom erop. Hopla. Hoeveel ben ik over weet? Heel veel. Wat had je gekregen? Steen en hout en allemaal van dat soort dingen. Dus dat is handig, hoeven we die niet te gaan hakken. Top. Ja, nu kan ik wel weer lopen. Op de punt zit een Alpha Raptor en een Spino. Dus even wegblijven daar. Ja. Ja, inderdaad. Ik ga maar weer een paar storageboxen bouwen. Martijn. Ja, eigenlijk moeten we die muur even uitbreiden. Hè? Dan kunnen we ze een beetje verder neerzetten. Kerel, dat weet ik wel, maar dat duurt echt heel lang, hoor. Dat weet ik, maar dan ga ik even mee verzamelen. Verzamelen. Dan geef ik even mijn poging op om een raptor te gaan vangen. Even kijken, hoor. Zo heb ik een hoop hout bij me, zeg. Tering. Ja, goed, hè? Ik had al heel veel steen verzameld namelijk toen straks. Oké, okay. Hout hoef ik nu even niet te hebben dan. Dan gaan we eerst de muur doen. Ja, ik vind het ook goed. En ik had nog een zootje large animal feces. Ja. Ik krijg trouwens wel om 3 uur waarschijnlijk even visite van een collega, ex-collega. En er komt ook een of andere dude het moederbord halen. Oh, vanmiddag al? Ja. Wat? Ja, een stomme vogel met zijn grote bek. Ik ging tussen mijn bijl vliegen. En dat wat mag een combo. Dus ja, dan word je boos. Ja, vind je gek. Zo. Ik heb nog heel veel meat. Die leg ik maar even bij de... in de mortal en pestle leg ik die. Ja, ik heb even wat cooked meat nodig. Zo. Ja, die ligt klaar op de barbecue. Mooi. En dan kan je gelijk verder koeken. Op. 40 steen per muur, hé. Tjongejongejongejonge, daar gaan we weer. Kijk even, nou, die foundations zijn niet zo heel duur. Is het handigste om dat jij maar achter dat we naast elkaar lopen? Dat ik jou steen kan geven dat je gelijk kan bouwen? Dat kan, alles kan. Kan. Ja.
Nou, we hebben in ieder geval al 2 fertilizers, dus dat schiet op. Mooi. Leg die anders even in een cabinet of zo, dat die op slot staat. Ja, zou ik niet gewoon lekker... Ja, oh, die, kan die, het al dan? Die seed is eruit. Nee, als staat er nog seeding? Staat nee, de seed is weg. Ja, maar dat zegt niks, hè. Het kan even goed zijn dat hij gewoon... Dat hij gewoon verder gaat, hoor. Ja, maar hij zegt not seeded. Ja, oké. Okay. Nou, vanmorgen was je nog seeding namelijk, zonder ja. Seed, zou ik maar zeggen. Even kijken, waar ben jij inmiddels? Hier. Ja, top. En waar is hier? Hier. Oh ja. Waarom zit ik zo ongelooflijk vol met die... Oh, geef ik hem natuurlijk... Ik moet even mijn bogen zo wegleggen. Die zijn zwaar met die arrows. Ik heb er voor iedereen een gemaakt, hè. Een heleboel arrows. Dus voorlopig kunnen we voort. Wat is er dan zo zwaar? Oh, flint. Ik heb nog 34 flint bij me. Ik ga eerst even... Goed dan. Oh, die hele flintbox is ook gewoon weg. Yep. Nou, die heb ik zelf weggehaald. Oh, oké. Okay. Waar moet ik hem dan in stoppen nu? Doe maar in het cabinet aan de zijkant. Daar staat fiber alleen op, maar goed, dat maakt niet uit. Ja, dat weet ik, maar... Of ik bouw nu 4 boxen erbij, of ik ga muren bouwen. Muren. Dat, die box moet hier weg, want ik was hier aan het bouwen. Nee. Nou, dat was zo uitgekomen, zou ik maar zeggen. Nee. Nou, dat kan. Zo, nu kan ik 50 of 60 kilo aan steen. Weer aan de verkeerde kant van die deur. Dat is ook niet veranderd. Maar had je hem niet echt wat ruimer moeten doen eigenlijk? Nee. Nee? Wel, want? Nee. Want, zo was je vorige keer ook. Ja, en dat was toen te krap, weet je nog? Ja hoor. Moet geen flint, het moet metaal hebben. Gooi het gewoon maar in de cabinet of Ja, is goed. Dit irriteert me. Oké, okay, neem ook weer even hoed hebben, zeg maar. Hout, hè? Oh, wacht, dat heb je hier. Aha, er zit nog wat in. Waarom... Ach, ja. Oh, hier zit ook nog heel veel steen in, dat is waar ook. Ja, joh, ik heb ook ontzettend lopen hakken dus straks al.
Sjaak, je bent niet intelligent. Hier. Je moet hier naar buiten komen. Gewoon omdraaien. Het zo. Jullie kunnen niet zoveel tillen, maar er is altijd meer dan ik in mijn eentje kan. Fuck. Om het helft wat te pakken, een momentje. Kutding zat in de weg. Titanbow incoming. Kut. Dus ik loop me mooi even de andere kant op. Maar welke kant komt die? Vanuit moeraswissels gewoonlijk. Ik had er straks ook eentje ook kapot gemaakt, maar die was level 4, die kon ik wel hebben. Mooi. Met mijn vriendjes erbij. Dat ik zeggen. Zit er level 112 bij, zeg ik, of 113, wat was het? Ja, die is hoger zelfs, dat is een nieuwe namelijk, 118. Maar veel kunnen ze niet hebben, hè? Dus dat is... Nee, precies. Neem ook even wat hout mee. Ja. Plaatst. Oh, er komen er zelfs twee aan. Netjes. Fijn. Geweldig. Hey, level up. Dat is nice. Ik doe toch even een melee damage erbij. Ja, dat doe je in theorie natuurlijk ook gewoon meer schade aan hout en zo, toch? Ja, weet je het niet. Tot hier ongeveer of nog verder? Ja, je weet wat we nodig hebben. Waar je eerst beginnen en dan... Ik wil eerst een kleine muur maken. Ja, als die beesten er maar in kunnen met een poortje, zeg maar, dan vind ik het best. Ja, maar ik ga voor de grote beesten maken een nieuwe, wat we voorheen ook deden. Ja, gewoon uitbreiden. Ja, want als ik nu hele grote maak, dat duurt gewoon veel te lang. Nee, dat heb ik, we moeten een beetje veilig kunnen pitten. Dat wou ik zeggen. Thank you.
Wat? Joehoe! Schrok me de tyfus! Want zitten daar? Uit de boa. Help. Jezus, ik kwam zo van achter. Ik was even zo geconcentreerd bezig. Welk level is het? Dat kan ik niet meer zien. Ah, dat is veel. Ja, killen attack jongens. Ja, hij rent wel weg, het watje. Ja. Ah, nee, dit meen je niet. Nice. Heel goed, Jaak. Oeh. Leven ze ook nog allemaal? Er liggen wel even twee te pitten hier zo. Nee, die zijn gewoon. Nee, die zijn inderdaad unconscious. Ik loop eens heel even mee mijn lichaam te zoeken. Nee, hij was van verder naar boven. Ja? Hé, hoezo ben ik nou weer unconscious? Weet ik niet. Juist. Duidelijk. Logisch ook. Had je hem? Ja. Oké, ik wil zeggen. Kut, Titan Bowers. Ik schrok me helemaal de tering. Ja, er gaat er nog een, hè? Eigenlijk moet je er gewoon één temmen, man. Dat is ideaal, zo'n ding. Ja, volgens mij kan dat niet. Of wel? Nou, vast wel. Volgens mij is alles te temmen, boven die pokkenvliegjes. Hoe moeilijk is het om dat gewoon klipbaar te maken, dat je gewoon een rechte muur kan leggen? Ja, je kan ze toch aan elkaar leggen? Ja, dat... Nee, nou... Ja, dat gaat niet altijd goed, hoor. Dat weet ik, maar... Nee, het klipt niet. Dus het gaat niet automatisch klippen aan wat een dak wel doet, zeg maar. Dus jawel, jawel, jawel. Als je... Nee. Met een groene ding vooruit op de hoek van een andere doet, dan heb je mogelijkheden. Ja, niet altijd. Zie ik alweer. Jeetje jongens. Kan ik ze nou ook stimberries geven? Als ik die nog heb. Ja hoor, dat werkt gewoon. Als een malle zelfs. Nou, als je met een zoutje houdt, scoren. Die dingen geven gewoon raw prime heat af. Oh? Ja, ik gooi even wat ik heb eventjes in die kist, hè. Goed. Oh, alles maar even in die grote kist dan. In die storage box. Ja, doe maar in die grote. Als daar nog plek is. Bouw jij daar ook ergens even een poortje? Mhm. Ik zie dat we steen zat hebben. Mm-hmm. Nou. Zo op hoor. Ben je nou maar weer aan het knagen? Ik ben een broodje aan het eten. Zo. Veel gedaan. Nou, jij bent ook. Hoppakee. Wakker worden. Ah, je hebt de helft van deze nog bijna liggen zelfs. Wel, dat gaat lekker. Ja, maar die kost maar 15 steen. Doe jij hier dan op het hoekje zo'n deur? Of zo? Ja, ja, gewoon dezelfde plekken waar het op elke muur sowieso een deur, hè, elke kant.
Ja, sowieso. Nou, ook een, ik bedoel een poort voor de beestjes. Ja, dat voorlopig nog niet. Dat doe ik straks pas. Als de muur af is. Dan pas doe ik er een poort in. Oké. Nou, ik zeg, steen heb je wel eventjes genoeg. We gaan even hout sprokkelen. Kom jongens, we gaan even naar... We gaan naar het strand! Ja, eigenlijk wil ik gewoon even dat moeras in, want daar heb je al dat hout bij elkaar staan. Man. Ik wens je veel succes. Ja, hier gewoon een beetje in het begin blijven. Dan maar één dingetje open laten of zo? Nou ja, voorlopig even eromheen lopen. Totdat hij dicht is natuurlijk. Weer een titanboa. Level 60, crap! Nou, ik ga maar dood worden en van de beesten. Nou, misschien moet je het lot iets minder tarten. Ja, maar dat vind ik leuk. Ja, dat snap ik. Dan kan je weer opnieuw beginnen met temmen. Oh, dit is mooi. Hij probeert bij me te komen. Maar de jongens die duwen hem elke keer eromheen weg. Dus hij blijft naar me toe kruipen. En elke keer krijgt hij van drie tegelijk krijgt hij een klap. En dan is hij weer bij me vandaan. Het grootste gedeelte. Ja. Maak hem dood. Nee, dat ga je niet. Maak hem af, jongens. Hij is echt bijna dood volgens mij namelijk. Ja. Klopt, leuk. Ik moet toch maar gewoon even pijl en boom meenemen. Oh, ren nu. Oh, je bent weer? Ja, ik ben er alweer. Oh. Zover was het niet. Ja. Waar zijn zij nou? Ze hadden die titanboa gekild.